Je kijkt naar het mooiste schilderij ter wereld. Tenminste, dat vond de Franse schrijver Marcel Proest toen hij in 1902 het Mauritshuis bezocht en dit werk zag. En geef hem eens ongelijk: hier kan geen foto tegenop. Het heet Gezicht op Delft, het beroemdste stadsgezicht uit de Hollandse 17e eeuw. De maker is Johannes Vermeer. Je ziet Delft vanuit het zuidoosten, met op de voorgrond de kolk. De wind waait niet. Of misschien staat er een klein briesje als je afgaat op de lichte rimpeltjes in het water. Verder beweegt er niets. De stad ademt rust uit. Vermeer bracht die rust ook aan in zijn compositie: door drie horizontale banen te maken: water, stad en lucht. En door de bebouwing minder rommelig te schilderen dan zij in werkelijkheid was. In tegenstelling tot zijn barok-collega-schilders mist zijn werk veel ornamenten. Hierdoor is de uitstraling fris, verfijnd en vooral tijdloos. Niet gek dus dat dit schilderij de kijker ook nu nog in zijn greep houdt. Kijk naar de grote wolken op het schilderij. Ze bepalen de schaduw op de stad en in het water. Zeker die donkere wolk helemaal vooraan. In het water weerspiegelt de Schiedamse Poort en rechts de Rotterdamse. Er ligt een trekschuit en mensen maken een praatje. Verderop in de stad schijnt de zon. De toren van de nieuwe kerk staat er prominent in te blinken. Een sterk contrast dat dit schilderij een enorme dieptewerking geeft. Zo trekt Vermeer de kijker in dit werk. Niet in de laatste plaats door zijn inventieve schilderstijl. De forse penseelstreken en de verfstipjes die reflectie van licht suggereren. Dat spel tussen zonlicht en schaduw, de indrukwekkende wolkenlucht waar licht uit lijkt te stralen en de subtiele weerspiegeling op het water maken dit schilderij tot een groot meesterwerk. Het brengt een van de meest krachtige en bijzondere effecten van kunst teweeg. Het bieden van rust, een moment van inzicht, ontroering en verdieping. Of zoals Harry Jekkers laat zei toen hij er in het Mauritshuis voorstond: je kunt de stilte bijna horen.